klaar voor die Karibeker begin. Klaar. Is lang, van die klim, van die klim. En ons is nou al 3,5 uur aan die gang. Kloofing was hectiek geweest. Ons ken nie eintlik die route daar nie. Gelukkig agter ouens wat gelyk het op die route ken, aangehardloop. Maar ja, gaan goed. Klink of ons nou tweede is, min of meer. So, so far so good. Lekker. Kijk, dit is nou hier waar mens 20 minute per kilometer beweeg. Dit is valle man, agressief. Nou baie geklim. Ik denk ver als ons van boven, ik denk dat ons te ver van boven. Ik denk hoe op die berg van die wind waar het die bars. Ik denk dat het gaan koud is. Benny zit een lekker pace, like it. Wortel eet. Ja. Maar je moet net zeker maak, hy gaan nie die verkeerde gaten nie. Ja. Maar as my net nie enige foute maak nie, dan moet ons maak gewees. Evens pissed off, omdat ons verdwaal het, en nie ons skuld is nie, want iemand het die banting of klipping, weet nie wat, weggevat. Die wind het weggewaai, maar ons is waarschijnlijk een half uur 40 meter gekos. Nou ja. Rewossie daar? Was het niet? Rewossie voor Benny. Dat is hectiek man, dat is hectiek. Oké, okay, maar vat het nou kalm. Wind is van voor. Voor is min. Energie is min. Wat deed jy? Asai. Hier raak nou. Taai. Rempel! Goed geroei mannen, los die boot. Ik heb al 3 kilo gedoen. So, dat is op zo'n 4 kilo's oor. 4 kilo's oor van ons. We gaan naar 50. Mission. Het is een lekker moment, ons is voor en WP is te pas gewend. Asai. Carry cut. Nou gaan ons suik.